Ster. Je weet toch dat ik mijn 8 uur slaap nodig heb? Ster, mijn ouders komen vanmiddag en ik wil dat dit huis een beetje de indruk geeft dat ik alles op orde heb. Dat ze niet gaan denken dat er van alles aan de hand is. Dat ze denken dat ik een normaal leven heb. Je hebt toch ook een heel normaal leven? Nou. Idee. Als we nu alles leeg trekken en dat in die grote koelkast stoppen, dan kan je deze koelkast voor je pa en ma gebruiken. Yes, goed. Hier, is dat van jou? Ja. Moet je niet alles hierheen gooien, hè? Dit helpt niet. Dit is echt niet effectief, schat. Ze gaan echt niet onder je kussens kijken. Doe even normaal. Kom op. Hier, dit erop. Zie jij nou zo streng of zo? Valt wel mee. Nou, je bent toch een hele normale jongen, net als al die andere jongens. Beetje school, beetje chillen. Heel klein beetje naar school. Wat? Ik ga al een tijdje een heel klein beetje naar school. Oh. Ik ga even koffie drinken. Ga je mee? Nee, voorlopig geen werk meer. Dus geen geld en geen koffie. Hoezo? Ja, ik ben ontslagen. Ik was te laat. Maar je verslaapt je nooit. Ben je ziek? Nee, ik snap het ook niet. Maar ik ben wel op staande voet ontslagen. Van je droombaan. Haha, fuck you. Ah, fuck jou. Doei. Krijg je dit voor elkaar, JP? Dat weet ik niet. Vooral die afspraak nog. Hey. Ja, als je wil liegen, doe het dan goed. Kom op. Hier, op de grond. Wat heb je dan gezegd? Gewoon dat ik hem had verslapen. En toen? Nou, toen ben ik gewoon naar huis gegaan. Eve, ik heb het geld echt nodig. Ja, ze kunnen je toch ook niet zomaar ontslaan? Zeg gewoon sorry. Ja, doei. Dat ga ik echt niet doen. Heb je het geld nou nodig of niet? Nu de rest nog. De rest? Ja, niet om het een of ander, maar het is niet dat jullie nou allemaal helemaal... Allemaal wat? Ik wil gewoon dat mijn ouders denken dat iedereen hier super normaal is. Wat zeggen we dan, jongens? Nou, gewoon dat we allemaal heel hard studeren. Ik econometrie in ieder geval. Ja, en dat doe je toch ook? Ja. Later, jongens. Wat ga je doen? Gewoon, bloemetje kopen. Sorry zeggen. Oh, top timing. Lekker, gast. Hey. Dat is er. Succes, hè. Lieve. Ja. Heb
Ja, goed geleerd voor dat tentamen. Ladies! Soms maak je een foutje en dan moet je het een en ander rechtzetten. Dan kan je vaak het beste even je trots opzij zetten en gewoon toegeven dat je fout zat. Met een beetje creativiteit kan je de schade vaak flink beperken, ook al heb je het verpest. Maar dat ik het verpest heb, hoeft niet iedereen te weten. Hallo, fijn dat jullie er zijn.